Mijn naam is Alma Matthijssen. Ik zit hier in het Passaporta-huis. Ik werk hier aan mijn derde roman, die wordt gegeven door de Bezige Bij. En eerlijk gezegd voelde ik hier me gelijk thuis. Ik kwam binnen en de vorige resident had een briefje achtergelaten en die zei: kijk in de koelkast, daar staat een biertje voor je klaar en laat de woorden maar komen. En ik dronk het bier en het was waar. Eigenlijk gelijk de eerste dag ben ik begonnen aan de laatste stappen van mijn boek. En dat ging geweldig. Ik had uitzicht over de oude graanmarkt. En het schrijven bleef maar komen. Dus ik ben ontzettend blij en heel erg dankbaar voor de mensen van Passaporta. Dat ik deze kans heb gekregen om hier te werken in zoveel rust en stilte. En dat was fantastisch. En het resultaat zullen we hopelijk over een jaar zien. Dus mijn dank.